vertellen over het Tact Academy Kaptoon. Over de kwaliteit, de pasvorm en hoe je het beste op het paardenhoofd kan omdoen. Dit is Black Beauty, maar uiteindelijk staat natuurlijk een echt kaptoon het beste op een echt paard. Dat is gewoon het allermooiste, maar dit is wel even praktisch om op deze manier te laten zien. Ik heb hier het naturel kleuren kaptoon voor me, maar uiteraard is dit ook verkrijgbaar in een zwart en een bruine uitvoering. Het kaptoon is met een breed kopstuk uitgevoerd, zacht onderlegd, evenals de neusriem met roestvrijstalen D-ringen eraan. Er zitten geen kettingen of iets in de neusriem, maar is gewoon puur van leer. Het kaptoon is uitgevoerd met een kinstuk en een kaakstuk, waardoor ook daar het comfort goed behouden blijft. En met stevige riempjes ook weer met rolgespjes van roestvrij staal. Ik ga nu uitleggen hoe je het kaptoon het beste kan omdoen. Als je voor de eerste keer het kaptoon omdoet, op deze manier, met de uitsparing naar voren, dan moet het kaptoon in het begin een beetje te laag hangen. Als je deze lijn terecht naar beneden laat hangen, zul je de kaak en de kinriem niet vast kunnen krijgen. Dat past niet. Ook zal het riempje te dicht langs het jukbeen liggen, waar die juist mooi achter moet blijven liggen. Dus het is belangrijk dat je hem afstelt, dat hij iets te laag hangt en dan eigenlijk met de kaakriem, je ziet het al, de bakstukken iets naar achteren beweegt. Zo, even proberen. Die stel je dan dus af, dat het wat beter langs het jukbeen hangt. Zo. Dan maakt automatisch dit stukje al een mooie hoek om het jukbeen heen en komt de neusriem al wat hoger te liggen. Dan kun je uiteindelijk deze afstemmen. Meestal komt het op hetzelfde gaatje uit. Zo is er wel de kaptoon ontwikkeld, dat hij eigenlijk symmetrisch kan worden aangesnoerd. Het kinstukje is los beweegbaar, dus die kun je mooi centreren onder de kaak of onder de neus. Als die dan wat beter zit, kun je altijd nog weer zien of je met deze bakstukken de hele kaptoon wat hoger of wat lager op de neus wil zetten, of wat strakker of wat losser. Belangrijk is dat uiteindelijk het bakstuk ver bij de ogen weg ligt, goed onder de kaak terechtkomt, niet te laag, niet te hoog, een knik maakt om het jukbeen heen, de neus op de juiste afstand zit en het gewoon netjes is aangesnoerd. Met name als je dus een zijwaartse beweging maakt aan een zijring, zorg dus dat stabiliteit van de kaak en de kinriem, dat het niet kan gaan draaien en dus vervolgens niet de bakstukken in het oog kan draaien. Dus uiteindelijk moet het er ongeveer zo komen uit te zien. Succes!